We staan hier op een hele bijzondere plek. Dat staan we hier, ja. We staan hier op een plek waar 1809 is begonnen met het graven van het kanaal de Dedemsvaart. In 1809 hadden we dus een belangrijke meneer Baron van Dedem, de stichter van het kanaal de Dedemsvaart. Die had allemaal gronden liggen bij Dedemsvaart, wat toch helemaal niet bestond, Ballenbrug naar Coevorden toe. Dat was een veenkoloniaal gebied, moerasgebied, van zo'n 15 kilometer breed en 40 kilometer lang. Het kanaal de Dedemsvaart. Dat heeft Baron van Dedem laten graven om het water af te voeren van het moeras. En daarna dus het veen te kunnen afsteken en als turf te kunnen verkopen als brandstof. Bruine goud werd dat genoemd. Je hoort nu een bootje varen zoals dat vroeger ook ging hier. Dat kan hier nog in Hasselt. Dat kan verder eigenlijk nergens meer. Langs het kanaal in Dedemsvaart, want het is verdwenen. En zoals Baron van Dedem een droom had, zo hebben wij als historische vereniging Averreest ook een droom. Wij willen graag het kanaal de Dedemsvaart weer bevaarbaar maken. Vanaf Hasselt tot Nieuw-Leuzen, waar we nu staan, is het in principe het kanaal bevaarbaar. Alleen je hebt nog wat obstakels en die zullen dan aangepast moeten worden om het helemaal bevaarbaar te maken. Vanaf Nieuw-Leuzen is het kanaal gedempt tot Gramsbergen. Alleen een stukje in Dedemsvaart is nog open gebleven. Hier heb je dus in Nieuw-Leuzen een aftakking is mogelijk. En de meest praktische is, en ook de mooiste route, waar al water ligt, de afwateringskanaal, de Stouwer. De Stouwer gaat iets naar het zuiden toe. Eerst door Nieuw-Leuzen en dan naar Witharen. Dan kom je in Ballenbrug uit. En dan bij de Ommerschans, dat is ook een prachtig gebied daar, richting Dedemsvaart, de Lange Wieken in, kom je het Ommerkanaal uit, dan kun je richting het dorp Dedemsvaart, naar de Moerhemstraat, waar je een prachtige binnenhaven kunt bouwen bij grondboerbedrijf Hatjema, wat er nu nog ligt, een stuk industrie wat eigenlijk denk ik buiten het dorp moet komen te liggen. Daar zou je een mooie binnenhaven kunnen maken. En dan ga je dus verder, de lange Wieken kun je ook linksaf, kom je bij de Kalkoverterrein uit, Ommerkanaal dat doorloopt naar richting Lutte, Slagharen, dan ga je dus van daaruit in de Lutterhoofdvaart, zo richting Coevorden. Het water ligt er. Het moet alleen nog bevaarbaar gemaakt worden. Maar je moet een visie erop loslaten op dat kanaal. Een visie voor de komende 25 jaar. En dat moeten we met elkaar zien te realiseren. Dat we weer die droom die Baron van Dedem had, dat die weer opnieuw weer gestalte krijgt door middel van het watertoerisme. Niet meer de binnenvaart, maar het watertoerisme, dat we weer, ja, prachtig watergebied wat het was, weer kunnen terug laten zien. We zijn hier aan het eind van het kanaal de Dedemsvaart. Oorspronkelijk historisch kwam het kanaal in de Vecht uit, bij Gramsbergen, bij Aanen. Maar dat is moeilijk weer te realiseren. Dus wij hebben als historische vereniging gezegd, wij gaan het kanaal afbuigen door het Lutterhoofdvaart, dat ligt er al, naar Coevorden. En we zijn nu in Coevorden. Daar heb je nog een prachtig sluisje liggen, waar nu dus een stuw in gebouwd is, maar dat kan weer teruggebracht worden tot sluis. En daar kun je dus vanaf Coevorden kun je eindeloos doorvaren Duitsland in, Drenthe in, Twente in. Dus allerlei verbindingsmogelijkheden zijn er dan. Dat zou fantastisch zijn. Wij vinden dat dit water wat er ligt, dus van Hasselt tot Coevorden, dat is nu een dood object. En alleen als afwateringskanaal wordt het gebruikt, dat is eigenlijk doodzonde. We moeten het weer levend maken, weer bruisend maken. Door middel van weer scheepvaart terug te brengen. En dan wel de recreatieve scheepvaart moeten we weer terugbrengen hier in het kanaal. Dat zou de bron, die zal zich omdraaien in zijn graf als hij dit weer zou zien. Dit is iets voor de toekomst. Niet voor ons, hè, ik ben op leeftijd, maar voor onze kinderen en kleinkinderen. Over 25 jaar dat ze hier dan weer heerlijk door kunnen varen en kunnen genieten van de mogelijkheden die zijn. Bij de lichtmis heb je de Koperen Hoogte, daar kun je een binnenhaven maken. In Dedemsvaart de binnenhaven, en we reden net door Lutte, daar kun je een prachtige binnenhaven maken. Je kunt allerlei verbindingen maken, het is een gebied om te genieten.
Het hele gebied is op zich een prachtig gebied, maar niet door de toeristen ontdekt, niet door de bewoners ontdekt. We moeten het weer openmaken, door dat weer bevaarbaar te maken, die waterwegen. We gaan ervoor met elkaar.